Eind dit jaar is het mogelijk om vanaf Eindhoven Airport rechtstreeks te vliegen naar Curaçao en Aruba. Luchtvaartmaatschappij Arke maakte dat vanochtend bekend. En daarmee krijgt de grootste regionale luchthaven van ons land voor het eerst een intercontinentale bestemming. Daarover praat ik verder met economieverslaggever Raoul Kartens. Raoul, waarom juist deze bestemmingen? Nou, Arke Fly kijkt met heel veel bewondering eigenlijk naar hoe Eindhoven enorm is gegroeid de laatste jaren. Door Ryanair, door Wizz Air, door alle andere maatschappijen, Transavia. En ja, de wens is er natuurlijk ook om verder te groeien na 2020, hè, om gewoon groter te worden hier, vanaf 2016 liever gezegd. En Arke Fly zegt van ja, heel veel klanten die bij ons nu vliegen naar Curaçao en Aruba, die wonen in Zuid-Nederland. Dus dit sluit mooi aan. Omdat Eindhoven Airport heeft laten zien te kunnen groeien. Er woont een groot deel van onze klanten die nu vanaf Schiphol vertrekken wonen in Zuid-Nederland. Eindhoven laat zien dat zij routes kunnen ontwikkelen. Dus het leek ons een goed idee om twee van onze meest populaire verre bestemmingen, Aruba en Curaçao, ook vanaf Eindhoven aan te bieden. Ja, dat is allemaal positief natuurlijk, maar er zit ook een keerzijde in dit verhaal. Hè? Absoluut, want vanaf Schiphol wordt er al veel gevlogen op die bestemmingen, Aruba en Curaçao. En daarvoor geldt dat het 100% controlevluchten zijn. Oftewel iedereen die uitstapt wordt gecontroleerd. Want er wordt namelijk veel gesmokkeld, drugs gesmokkeld. Dus Eindhoven Airport zal nog aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat op 1 november, als deze lijndienst begint, dat ze er klaar voor zijn, zegt ook Joost Meijs. Natuurlijk, we zijn daar in overleg over met de autoriteiten. Dan moet je denken aan de douane en de Koninklijke Marge C. We hebben nog een half jaar voordat de bestemming daadwerkelijk gevlogen gaat worden. Dus we zijn met deze partijen in overleg om te voorkomen dat er allerlei effecten plaatsvinden die je niet wil. Want er wordt vaak op vernuftige wijze gesmokkeld. Dan moet je wel eventjes goed voorbereid zijn. Natuurlijk, daarom zijn we ook in overleg met geen missen instanties. De douane en de Koninklijke Marge C die weten prima hoe ze dat moeten doen. En wij zullen netjes aan de lijnband van hen lopen. Het wordt een vakantielijn, geen drugslijn? Daar ga ik vanuit, ja. En hoe vaak per week komen die vluchten naar Curaçao en Aruba, Raoul? Twee keer per week, op woensdag en op zondag zeg ik het in mijn hoofd. En ze starten dus vanaf zondag 1 november. Raoul Kartens in Eindhoven, dankjewel.